Heel goedemorgen, welkom bij deze marketsupdate van BNP Paribas. In de VS trokken de indices tegen het slot weer aan en ze konden ze nipt in de plus eindigen. De cijfers over de banenmarkt zijn nog steeds goed in Amerika, maar duiden niet op extreme scheefgroei. 10-jaars rente lag dan ook iets onder druk. De prijs van WTI-olie daalde tot net onder de $100 grens. En Tesla laat dit weekend weten meer dan 310.000 auto's te hebben afgeleverd, een plus van 68%. Hoewel iets onder de verwachtingen een keurige prestatie gezien de marktomstandigheden. In Shanghai gaat de lockdown nog zeker door tot dinsdag en ondertussen zijn de Chinese financiële markten op het vasteland vandaag en morgen ook gesloten in verband met de nationale feestdag. Herstel was er voor Tencent, Alibaba en NetEase in Hongkong. De Hang Seng trok daar 1,8% aan, de andere markten bleven dicht bij huis. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een hogere opening. De rest van de week wordt mede bepaald door de centrale banken van Amerika en Europa. Unibail verkoopt nu ook haar 51% belang in het Duitse winkelcentrum Gera Arcaden voor een bedrag van 116 miljoen en dat is boven de boekwaarde. De Zwitserse farmaceut Novartis gaat reorganiseren en wil ermee in de komende 2 jaar 1 miljard besparen. Op de agenda vandaag fabrieksorders uit de VS. En bij de analisten zien we Credit Suisse en Deutsche Bank zetten Adyen op kopen met een koersdoel van 2700. En JP Morgan zet Adyen op kopen met een koersdoel van 2200 euro. Goldman zet Akzo Nobel op kopen, koersdoel 101. Unilever krijgt een houdenadvies van Morgan Stanley en RBC. En Berenborg tenslotte volgt het koersdoel op AMG naar 46 euro. Hier blijft het advies kopen. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.